Bedankt, voorzitter. Meneer de minister, collega's. Eerst en vooral zou ik namens mezelf en vooral ook de fractie ons medeleven willen betuigen aan het Belgische slachtoffer, de familie daarvan, maar vooral ook de familie en nabestaanden van alle slachtoffers van de extreme daad van geweld gisteren in Tunis. Ze waren het slachtoffer van een brutale aanslag minder dan 24 uur geleden. En het is het zoveelste voorval van extreem geweld in onze samenleving en in onze wereld. Meneer de minister, u kent Tunesië goed. Het is het land waar volgens velen de zogenaamde Arabische lente in 2011 startte. En de lange weg naar een echte democratie kon daar worden ingezet. En Tunesië was ook het gidsland voor heel veel buurlanden uit de regio. Er kwamen onder meer ook succesvolle verkiezingen en die volgens het hoofd van de waarnemingscommissie, mijn partijgenoot en mevrouw minister van Staat Annemie Neyts, voorbeeldig georganiseerd werden. En een aanslag van deze omvang, meneer de minister, is daarom ook een complete verrassing, maar tegelijk ook weer niet, want terroristen en extremisten in de regio zijn voor hun het democratisch proces een doorn in het oog. Dus het slechtste wat we nu kunnen doen, is Tunesië opgeven. We sluiten ons daarom niet aan bij de cynici, die menen dat er kruid gewassen is tegen het islamisme en het radicalisme in de regio. Gisteravond kwamen er duizenden Tunesiërs al op straat met één boodschap: La Tunisie restera debout. Wel, meneer de minister, ik sta recht mee met hen. Maar ik had een aantal vragen aan u, zoals dat hoort, heer meneer de minister. Wat kunnen wij als Belgische regering doen om te vermijden dat terroristen in Libië of in Algerije, ook in Tunesië, zo driest te werk gaan? En weegt u de mogelijkheid van een scherpe reisadvies af tegen de grote afhankelijkheid van Tunesië voor het toerisme, wat een belangrijk economische factor is in Tunesië? En creëren we op die manier geen spiraal waarbij de economische situatie nog meer uitzichtloos wordt en waar er opnieuw een manier gevonden wordt om haat en terrorisme te zaaien? Moeten we er niet voor zorgen dat de mensen in Tunesië perspectief krijgen? Dank u wel voor uw antwoord. Dank u, mevrouw Leijnen. En tot slot, monsieur Dallemagne.